welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een hele leuke video. Ik ga me vandaag opmaken zoals ik mij vroeger opmaakte. Ik ga één deel van mijn gezicht opmaken op die manier. En de andere helft van mijn gezicht ga ik opmaken op de manier hoe ik het nu zou doen. Ik zit nu al 2 jaar op YouTube. Aanstaande 22 maart is het precies 2 jaar geleden dat ik mijn eerste video op mijn kanaal heb gepost. En ik moet zeggen dat mijn make-up skills een stuk beter zijn geworden. Al ben ik nog steeds niet perfect. En ja, voordat ik begon met mijn kanaal kon ik niet eens een cut crease. Dat heb ik geleerd terwijl ik mijn kanaal al had en dat soort dingen. Dus er is echt super veel veranderd. Ik heb mijn wenkbrauwen ook nog niet gedaan omdat ik die ook anders deed eerst. En ja, ik vond het wel leuk om een soort van helft-helft te maken. Zodat je goed het verschil ziet en wat er allemaal is veranderd. En mijn tips die ik door de jaren heen heb geleerd. Dus ben je hier allemaal benieuwd naar? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we snel door met de video. Nou, ik ga eerst beginnen met mijn wenkbrauwen. Qua wat ik gebruik is er niks veranderd. De NYX Brow Pencil in de kleur 6 Black. Deze gebruik ik al like forever. Echter is er wel heel veel veranderd in de manier hoe ik mijn wenkbrauwen doe. Mijn wenkbrauwen zijn altijd mijn grootste struggle geweest. Ik kon me altijd wel fatsoenlijk opmaken, maar mijn wenkbrauwen doen was altijd een gezeik voor mij. Dus ik ga eerst beginnen met mijn linker wenkbrauw, of ja, rechts voor jullie. En ik doe ze altijd eerst omhoog borstelen. Dit wordt mijn oude kant en dit wordt mijn nieuwe kant. Wat ik dus altijd deed was mijn wenkbrauw super dun tekenen. Dus ik begon gewoon altijd hier met de staart. Dat doe ik by the way nog steeds. En dan vulde ik het zo in. En ik ging gewoon precies met de haartjes mee. Mijn wenkbrauwen waren ook toen veel meer geëpileerd. Nou zijn ze sowieso al wel wat dikker. Maar ik ging gewoon echt precies op de wenkbrauwen. Ik maakte ze niet dikker of wat dan ook. Dit was gewoon echt hoe dun ik ze maakte. En dan kleurde ik ze gewoon zo in met het potloodje. En ik maakte ze ook best wel blokkerig hier in het begin. Dus dat ga ik nou ook doen. En dan weer met de spoelie er een beetje doorheen. En nou is mijn wenkbrauw alsnog wat dikker dan toen. Omdat mijn haren gewoon wat meer zijn. Maar dit was wel basically hoe ik ze deed. Gewoon super dun en blokkerig. Nou, dan de wenkbrauw van nu. Die maak ik een stuk dikker. En ik begin daarmee al bij de staart. De staart hier maak ik al gelijk iets dikker. Ik ga iets boven de haartjes. En ook hier vul ik het in met het potloodje. En dan hier aan het begin maak ik van die soort van nephaartjes. Heel lichtjes, zodat ik niet zo'n blokkerig wenkbrauwtje krijg. En dan met de spoelie haal ik het hier heel veel weg. Dat deed ik daar ook helemaal niet. Maar hier wel. En dan ga ik gewoon helemaal door mijn hele wenkbrauw heen. Dan pak ik mijn Benefit Foolproof Brow Powder. En dan pak ik altijd de donkerste uiteinde. En met deze poeder ga ik de wenkbrauw inkleuren. Dit heb ik altijd zo gedaan. En dit doe ik gewoon nog steeds zo. Dit is niet per se veranderd of zo. En dan pak ik mijn Revolution Conceal and Define Concealer in de kleur C5 om mijn wenkbrauwen strak te maken. En ook dit heb ik gewoon altijd zo gedaan. Nou, je kunt echt goed het verschil zien. Deze is een stuk voller en dikker en hier is hij gewoon super dun. Ik vond dit er gewoon altijd prima uitzien. Ondanks dat heel veel mensen tegen mij zeiden van, ja, je wenkbrauwen zien er niet heel goed uit. Maar ja, ik wist gewoon niet hoe ik ze anders moest doen. Dit was gewoon hoe ik ze deed. En ja, nou, iets wat ik niet deed was mijn ogen primen. En dat doe ik nou wel. Dus hier ga ik het gewoon zo laten. En bij mijn andere oog ga ik mijn MAC Soft Ochre Pimpot gebruiken. En daarmee ga ik mijn oogleden primen. En ik breng het gewoon zo aan over mijn hele ooglid. En echt helemaal tot aan mijn wenkbrauw om het helemaal te primen. Als oogschaduwpaletje ga ik mijn Milani Bold Obsessions oogschaduwpaletje gebruiken. Deze is super mooi en ja, ik ga gewoon hiermee een cut crease maken. Omdat ik de cut crease heel anders maak dan hoe ik het nu deed. En oh my god, echt belachelijk. Nou, wat ik altijd al heb gedaan is een lichte glanzende kleur aanbrengen onder mijn wenkbrauwen. Wat ik anders deed was dat ik vroeger hier echt een hele super super glanzende glitter lichte kleur aanbracht. Dus ik ga deze kleur pakken en die ga ik onder mijn wenkbrauwen aanbrengen. Ik snap dat je je wenkbrauwen wil liften, maar dit is echt way too much. Dit is gewoon straight up glitter. Voor de andere kant pak ik deze lichte matte kleur. Die is gewoon mat met een hele lichte glitter erdoorheen. Door zo'n kleur te pakken lift je je wenkbrauwen ook, maar op een iets meer natuurlijke manier. Hoe ik mijn transitiekleuren aanbracht is ook gewoon hoe ik het nou doe. Dus ik pak eerst deze licht bruine matte kleur. En die doe ik zo in mijn hele arcadebogen. En we maken een volledige cut crease. Dus ik ga een beetje zo naar buiten, best wel ver, meer dan normaal. En dit doe ik aan de andere kant ook gewoon. Dan pak ik deze donkere bruine kleur.
En die ga ik ook zo in mijn crease doen om het iets donkerder te maken. En aan deze kant breng ik die kleur ook weer aan. Ik moet wel zeggen, zonder oogschaduwprimer merk ik wel echt een verschil. Het blenden gaat echt wat moeilijker en wat stroever. En je kunt de kleur wat minder goed zien. Dus echt een oogschaduwprimer maakt zoveel verschil. Al gebruik je gewoon concealer. Dat is ook gewoon goed. Als je maar gewoon iets eronder doet. Om mijn cut crease te maken gebruik ik mijn Nabla Close-Up Concealer in de kleur Ivory. Ik ga eerst beginnen met de slechte kant. Nou, wat deed ik dus echt heel erg verkeerd, was dat ik de cut crease veel te heftig maakte. Veel te groot, veel te hoog. Mijn cut crease was gewoon echt gewoon bijna tot aan mijn wenkbrauw gewoon. Dat is echt way too much. Nou, dit was serieus hoe ik het deed. Dit echt, ja. Als je voor heftig gaat, is dit ideaal. Maar in principe is het echt way too much en echt veel te hoog. Aan de andere kant ga ik doen hoe ik het nu doe. Ik doe het nou een stuk lager en ik ga echt veel meer omlaag, ook met het buiteinde. Nou, en dit is hoe ik mijn cut crease nou maak. Een stuk lager. Hij gaat ook veel meer zo in een boogje omlaag. Dit is gewoon hoe je het zou moeten doen. En niet zo. Behalve als je voor heel heftig gaat, dan kun je hem wel zo maken. Maar ja, dit deed ik gewoon echt altijd. En het is echt, ja, way too much. Nou, voor de rest deed ik gewoon alles hetzelfde als nou. Dan pakte ik een glanzende kleur. Ik pak deze mooie donkere gouden kleur. En die breng ik aan op mijn hele ooglid. En dan bij het andere oog ook over de hele cut crease heen. En dan met een make-up doekje haal ik alle fallout weg. Oké, qua eyeliner is er ook niks veranderd. Ik doe het nog steeds precies op dezelfde manier als hoe ik in het begin deed. Daar was ik altijd wel goed in. Dus dat is nooit echt een issue geweest voor mij. Wat ik gebruik is mijn e.l.f. Liquid Eyeliner in een zwarte kleur. En dan ga ik gewoon een hele heftige winged eyeliner maken. Nou, qua mascara is er ook niks veranderd. Ik gebruikte altijd Essence mascara's en dat ga ik nou ook weer doen. Ik gebruik de Essence You Better Work waterproof mascara. Ik vind deze mascara echt super fijn en dat hij waterproof is, is ook altijd heel erg handig. Qua nepwimpers ook totaal niks veranderd. Ik hield altijd van hele heftige lange nepwimpers en zo ben ik nog steeds. Dus ik ga de Queen Tarzi Jasmine wimpers gebruiken. Ze zijn een beetje over elkaar heen gevallen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, nou iets wat ik vroeger ook nooit deed en nu wel, is om het hieronder ook zwart te maken. Want kijk, je kunt gewoon hier mijn vel gewoon zien zitten. Terwijl ja, het is mooier als het daar helemaal zwart is, want dan blendt het gewoon mooi in met de eyeliner en je nepwimpers. Dus nou pak ik een zwart oogpotloodje en dan maak ik het daar ook zwart. Kijk, dat is een stuk mooier dan dat je hier nog allemaal huid ziet zitten. Maar dat ga ik dus hier niet doen, omdat ik dat nooit deed. Ik gebruik trouwens Sugar Cosmetics oogpotlood. Oké, dan ga ik mijn gezicht primen. Ook dat heb ik altijd gedaan, maar iets wat ik niet zou moeten doen en vroeger wel altijd deed, was een pore filling primer gebruiken over mijn hele gezicht. Ik gebruikte vaak de Benefit Professional. Dit is een best wel dikke, droge primer. En die is echt speciaal gemaakt voor je poriën. Dus wat moet je doen? Het gewoon hier aanbrengen, op je poriën, hier indrukken. En op alle plekken waar je poriën hebt en klaar, meer niet. Want ik heb ook al een droge huid. Nou is hij nog minder dan vroeger. Vroeger was mijn huid echt super super droog. En dan pakte ik deze super droge primer en die deed ik dan over mijn hele gezicht. Waardoor mijn gezicht alleen maar droger werd. En ja, het verpestte ook de foundation. En ja, ik snap niet waarom ik dit deed. Nu doe ik dat niet meer. De pore filling primers doe ik echt alleen op mijn poriën. En over de rest van mijn gezicht gewoon een andere soort primer. Ik gebruik nu de By Kelsha Serum. Ik vind deze super fijn. Ook omdat hij fijn is voor de droge huid. En hij maakt mijn huid lekker glowy en plakkerig. Zodat de make-up er goed op blijft plakken. Dus dit is nou een stuk beter als basis. Oké, foundation. Ik hield altijd van heel veel dekking. Daar hou ik nog steeds van. Alleen één ding deed ik wel anders. Omdat mijn huid zo droog was, pakte ik altijd een dewy glanzende foundation. Zoals de Milani Conceal & Perfect Foundation. Ik heb hem in de kleur 05A Natural Beige. En ik gebruikte nooit een matte foundation of wat dan ook. Hij moest echt per se glanzen. Want ja, mijn huid was droog en in mijn hoofd kon ik dan gewoon niet omgaan met een matte foundation.
Maar dat kwam ook omdat ik dus die super droge primer eronder gebruikte. Waardoor dat dus inderdaad niet kon. Ik gebruik by the way mijn $1 Shop Miss E spons die ik super fijn vind. Dus mensen, bekijk mijn vorige video als je die nog niet hebt gezien. Voor mijn andere kant, ik gebruik nou bijna alleen nog maar matte foundations. Ook nog wel andere, maar over het algemeen pak ik matte. En dat kan nou omdat ik gewoon nou een wat minder droge huid heb en een goede primer gebruik. Dus voor de andere kant gebruik ik de Maybelline Superstay Foundation in de kleur 40 van. En die breng ik dan aan de andere kant. Ik vind allebei de foundations in principe gewoon fijn. Oké, qua concealer. Ik gebruikte altijd al volledig dekkende concealers. Doe ik nou nog steeds. Bijna altijd. Niet meer altijd. Maar wat ik toen anders deed was dat ik altijd een super witte concealer gebruikte. Super, super licht. Ik vind dat nog steeds mooi. Ik doe dat nog steeds best wel vaak. Maar nou pak ik toch wel een tintje donkerder dan nog zo licht. Want ja, vaak was het gewoon echt te licht. Maar ja, ik kon er wel altijd mee werken. Omdat ik ook gewoon veel bronste en zo. En dat maakte het dan weer donkerder. Maar ja, ik pak nou bijna niet meer zo'n hele lichte concealer. De concealer die ik heel vaak gebruikte was de Catrice Liquid Camouflage Concealer in de kleur 020 Light Beige. Je hebt deze concealer nou ook in een kleur Honey. En die is ietsje donkerder dan deze kleur. En die gebruik ik nou. Want deze was toch altijd ja, wel iets te licht. Voor de andere kant gebruik ik mijn Revolution Conceal and Define Concealer in de kleur C5. Ook dit is een lichte kleur, maar ja, wel echt iets donkerder dan die van Catrice. Zoals je kunt zien, maar hij is nog steeds wel licht, want ja, ik hou daar gewoon van. En dan blend ik het weer uit met mijn spons. Ik draai mijn spons elke keer om als ik de andere kant ga uitblenden, by the way. Nou, dan ga ik mijn gezicht cream contouren met de Technique Color Fix Contour Palette. Dit deed ik ook een klein beetje anders vroeger. Wat ik al anders deed was dat ik altijd een veel te donkere kleur pakte. Dus ik ga deze extreem donkere kleur pakken. En die breng ik dan hier aan bij mijn jukbeenderen en bij mijn voorhoofd. Ik wilde altijd heel extreem contouren. En ik dacht dat als ik gewoon een hele donkere kleur pak, dat de way to go is. Maar het is echt way too donker. Maar goed. Nou pak ik een stuk lichtere kleur. Ik pak die kleur ernaast. En die breng ik dan ook weer aan bij mijn jukbeenderen en bij mijn voorhoofd. Zoals je kunt zien is dit een heel groot verschil. Pak ik weer mijn spons en dan begin ik eerst met de lichte kant. En deze blend ik dan gewoon in met de spons. Dit paletje is by the way heel fijn en heel betaalbaar. En dan ook hier bij mijn voorhoofd uitblenden. En dan de donkere kant. Dit kost me ook super veel tijd om uit te blenden. Omdat de kleur gewoon echt te donker is. Maar ja, ik dacht dat dat gewoon normaal is om zo lang te moeten blenden. En dan blend ik het ook weer hier bij mijn voorhoofd uit. Kijk, hier is het nou veel meer naturel. En hier is het echt gewoon donker vlekje. Nou, ik ging ook gewoon altijd mijn gezicht baken. Ik gebruikte vroeger altijd een banana poeder. En ik gebruikte vaak de W7 Banana Dreams. Deze is in principe super fijn. En dan ging ik gewoon zo onder mijn ogen baken zoals ik nou ook gewoon nog doe in principe. Hier bij mijn kin ook. En bij mijn voorhoofd. Na een tijd ben ik een beetje van de banana poeders afgestapt. En ben ik gaan baken met gewoon een lichte witte kleur. Want dat vond ik toch beter staan met mijn huidskleur. Nou gebruik ik vaak de Huda Beauty Loose Powder. In de kleur Pound Cake is dit. En daarmee ga ik ook onder mijn ogen. Bij mijn kin. Kijk, die is een stuk lichter dan de Banana Dreams. Ik vind ze allebei mooi, maar ja, ik ben gewoon een beetje van de banana poeders afgestapt, omdat ik ze niet licht genoeg vond voor mijn gezicht. En dan haal ik alles er weer van af met een kwastje. Ik doe dit heel lichtjes, anders, ja, anders veeg je gewoon alles er helemaal vanaf. En dat is niet wat je wilt. Een extra stap die ik toen niet deed, toen was het gewoon beken en klaar. Maar nu ga ik nog over mijn beek heen met een vaste pressed poeder. Het is heel extra, maar ik vind het gewoon mooi dat ik dan wat extra dekking en wat lichter ben onder mijn ogen. Ik heb hier mijn Benefit Hello Flawless poeder in de kleur I Love Me Ivory. En dan met een spons ga ik dan nog gewoon hier overheen om het gewoon iets meer dekking te geven. En iets lichter te maken. Nadat ik cream contour ga ik er ook nog altijd overheen met poeder. Ik gebruikte vroeger en nu nog steeds heel vaak
de NYX Highlight en Contour Poeder. En ik gebruikte natuurlijk altijd de veelste donkere kleur, deze. En alsof een veelste donkere kleur nog niet genoeg is, gebruikte ik ook echt een verkeerde kwast. Als je poeder gaat aanbrengen op je gezicht, gebruik dan een beetje een fluffy kwast, zodat het niet te vlekkerig wordt en te veel. Ik gebruikte altijd deze Morphe kwast. Deze is totaal niet fluffy en is best wel dense en klein, waardoor je echt zo'n harde streep krijgt. Maar ja, dat is gewoon wat ik toen deed. En dan bracht ik het gewoon hier zo aan. Maar ik deed nooit te veel. Want ja, anders zou het veel te veel zijn, hè? En dan bracht ik het gewoon zo aan hier in een streep. Want dat vond ik altijd mooi. En dan hier bij mijn voorhoofd ook. Echt, welke kwast je gebruikt maakt ook zoveel verschil. In principe had ik kunnen wegkomen met zo'n donkere kleur als ik gewoon een fluffy kwast gebruikte. Want dit is echt veel te donker. De goede kleur voor mij is deze. Zoals je al wel kunt zien, heb ik die heel vaak gebruikt en is die bijna op. En nou gebruik ik een iets meer fluffy kwast. Deze is van Benefit. Want ik heb al gecream contour, dus er zit al een contour. En dan ga ik er gewoon zo lichtjes overheen met deze poeder. En dan ook hier bij mijn voorhoofd. Nou, wat ik wel altijd goed deed, was dat ik wel die kleur gebruikte voor mijn neuscontour. En dat doe ik nou nog steeds. Qua het contouren van mijn neus is er niet echt veel veranderd. Ik zet nog steeds gewoon zo twee strepen. En dan hieronder ook. En dan met een andere kwast blenden. Nou, je kunt nou echt al het heftige verschil zien. Dit is super modderig en alles. En ja, hier is het veel meer natuurlijk. Dan pak ik weer deze kleur van mijn oogschaduwpalet. En die kleur ga ik dan aanbrengen op mijn onderste wimperrand. Dit heb ik ook gewoon altijd zo gedaan. Dus ja, dit ga ik gewoon zo doen bij allebei de kanten. Want hierin is niks veranderd. En dan pak ik deze lichte glanzende kleur. En die breng ik aan hier in mijn binnenste ooghoek. Ook dit heb ik altijd zo gedaan. Dus dit ga ik hier ook aanbrengen. En dan nog mascara op mijn onderste wimpers. Ik gebruik hiervoor de B-collectie van de HEMA Lower Lash Mascara. Oké, dan blush. Ik ga voor allebei de kanten de Milani Baked Blush gebruiken in de kleur Luminoso. Nou, blush heb ik gewoon altijd aangebracht. Alleen vroeger bracht ik maar een heel klein beetje aan. Ik bracht het zo hier zo aan, maar een heel klein beetje. Je kon het bijna niet eens zien. Terwijl nou breng ik lekker veel blush aan, zodat je het echt goed kunt zien. Oké, dan voor highlighter gebruik ik mijn Nabla Cosmetics highlighter in de kleur Wave. Ik hield altijd al van heftige highlighter, maar ik bracht hem op de verkeerde plek aan. Ik bracht het altijd helemaal hier hoog zo aan, in een streep en dan omlaag. En that's it. Terwijl nu ben ik een beetje van plek veranderd. Nu begin ik meer hier laag. En dan omhoog. Want dit hier is de plek waar je het zou moeten doen. Want daar komt de zon ook zo mooi. En dat is ook altijd mooi op foto's voor Instagram en zo. En dan met wat er overblijft ga je omhoog. Dus ik ben letterlijk omgedraaid. Kijk, als je dan ook zo naar voren kijkt, kun je hem hier zo mooi zien en hier bijna niks. Hier alleen als je echt zo kijkt. Oké, dan de lippen. Dat is ook een beetje een dingetje. Ik ga de matte liquid lipstick gebruiken van By Kelsha in de kleur Coffee Please. Ik hield altijd van mijn lippen overlijnen. Doe ik nog steeds. Maar nu doe ik het goed en vroeger deed ik het niet goed. Nou, vroeger was het gewoon totaal omlijnen over mijn hele lip. Dus dan begon ik zo. En hieronder, helemaal eronder zo. En aan de bovenkant ook. Ik ging letterlijk helemaal over mijn lip heen van begin tot einde. Als je je lippen wilt overlijnen, doe ik ook gewoon nog steeds. Is dit niet de manier? Nou, wat is wel de manier? Alleen overlijnen bij je Cupid's bow. En dan voor de rest gewoon over je normale lip heen gaan. En hieronder ook. Kijk, je kunt nou echt heel goed het verschil zien bij de Cupid's bow. Is het allebei even hoog hier in het begin. Maar hier ben ik verder mooi meegegaan met mijn lip. En hier ben ik er helemaal overheen gegaan. Hier ook. Ik ben mooi meegegaan met mijn lip. En hier ben ik er helemaal onder. Nou, ik ga dan de Revolution Cooling Fixing Spray over mijn hele gezicht doen. Want fixing spray gebruikte ik ook gewoon altijd. En dan is de look klaar. Nou, dit is dan de prachtige look. Eén helft hoe ik het nu doe. En de andere helft hoe ik het vroeger deed. Er is best wel een groot verschil. Al moet ik zeggen dat ik de vroegere kant niet heel ugly vind. Het is gewoon wat meer extreem. In principe, als ik dit zou zien bij iemand, zou ik niet per se iets hebben van, oh mijn god, wat ziet zij eruit. Maar vooral nou, als je het vergelijkt met hoe ik het nu doe, zie je best wel veel een verschil. Dit is echt heel heftig. En dit is
ook nog wel heftig en veel make-up. Maar ja, iets meer natuurlijk of zo. Nou ja, ik denk dat jullie het verschil ook wel allemaal goed kunnen zien. Het enige wat ik echt super, super lelijk vind is hoe ik altijd mijn lippen deed. Dit kon echt niet. Ja, en de vlekkerige contour op mijn voorhoofd. Mensen, vergeet vooral niet, make-up moet leuk zijn. Doe vooral jouw make-up hoe jij het wilt doen. Deze kant is niet per se slechter of wat dan ook. Het is gewoon heel anders dan hoe ik het nu doe. Dus als jij je make-up zo doet en jij vindt het mooi, echt do you. Als het jou staat, doe wat jij moet doen. Make-up is echt een proces en we moeten allemaal leren en oefenen. En ja, iedereen begint ergens. Ik ben ook niet gewoon op een dag opgestaan en kon dit maken. Ik heb echt veel moeten oefenen. Ik doe make-up echt al jarenlang. En ja, ook ik was in het begin niet zo goed. Ik kon niet eens een cut crease maken toen ik mijn kanaal begon. En nu maak ik bijna alleen nog maar cut creases. Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Vergeet niet te liken en te abonneren. Abonneren kan door hier op mijn hoofd te klikken. En ik plaats ook twee video's hier die je ook kunt gaan bekijken als je die nog niet hebt gezien. Als je nog make-up vragen hebt, vergeet niet bij mijn video's te kijken. Want ik heb bijna over alles al een video gemaakt. Nou, dan zie ik jullie weer de volgende keer. Doei!